Inmiddels hebben Wes Newton en Peter Wright het podium betreden. En gaan zij in de eerste ronde tegen elkaar spelen. En dit kon wel eens een partijtje worden hoor. Want Wes Newton is hier dan wel de geplaatste speler. Hij staat als 8e op de plaatsingslijst. Maar Peter Wright is in topvorm al het hele jaar. Doet het heel goed op de vloertoernooien. Doet het goed op de Eurotour toernooien. En lijkt de top 16 binnen te gaan komen. Game on. Het zal dus zeker geen makkelijke opgave worden voor Wes Newton. Die in de onderlinge duels op het podium wel 2 keer won van Peter Wright. In 2 partijen. Beide keer op de Players Championship Finals in 2009-2011. Wright, die ook in zijn eerste beurt de dubbel gooit. 52. Heeft er natuurlijk heel slim aan gedaan om zijn fantastische coup vandaag helemaal groen te maken hier in Dublin. Dat vergroot wel de kans dat het publiek ook een beetje achter je gaat staan. Ook al ben je dan een Engelsman die tegenwoordig voor Schotland uitkomt, omdat hij ook Schotse familie heeft. Easy fire. Ja, Peter Wright staat op dit moment nummer 17 van de wereld. 1 plekje achter Terry Jenkins. En met alle respect voor Terry Jenkins, maar Jenkins is toch echt een speler die onderweg omlaag is. Dus met andere woorden, Wright in de top 16 hoor. Dat gaat zomaar gebeuren. En heel ver achter een man als Brandon Dolan staat hij ook niet. 34. Het is een tweede optreden pas op de World Grand Prix voor Peter Wright. 2 jaar geleden was hij er voor de eerste keer bij. Ging er in de eerste ronde uit tegen Phil Taylor. Werd het 2-1 voor The Power. Newton ondertussen op 128 in de leg die hij begonnen is. De eerste leg van de eerste set. Dubbel 10 heeft hij nodig dan, Wes Newton. Zo, die zit er alvast maar in. De eerste finish boven de 100 op de World Grand Prix is genoteerd. Voor Newton is het zeker niet de eerste keer en ook niet de tweede keer dat hij op de World Grand Prix uitkomt. Zoals Wright. Nee, voor Newton is het de 8e keer. Zijn beste prestatie haalde hij vorig jaar hier toen hij de halve finale haalde tegen de latere toernooiwinnaar Michael van Gerwen. Maar hij werd wel met 5-1 aan de kant gezet. Wes Newton. Ja goed, dit jaar de Premier League gespeeld, Newton. En daar heeft hij zich redelijk geweerd. Ja, het is een beetje lastig inschatten, Wes Newton. Op de vloer haalt hij prachtige resultaten, maar ik heb toch het idee dat hij op de televisie in het toernooi met name te weinig wint van spelers die boven hem op de wereldranglijst staan. Het is niet echt een man die de grote namen eruit gooit. Ja, European Championship, vorig jaar stond hij natuurlijk wel in de finale. Ja, maar het rijtje dat hij versloeg onderweg naar die finale, dat had lastiger gevoeld. Vond jij niet zo indrukwekkend? Ik schrijf ondertussen eerste keer 180 op voor de Warrior. Ja goed, het rijtje kan ik zo. Vorig jaar richting die eerste ronde Thomas Seiler, tweede ronde Kevin Painter, Andy Hamilton, Brandon Dolan. Goeie spelers. Ja. Maar spelers waar die ook gewoon op een goede dag van moet kunnen winnen. Precies. Ja. En niet spelers waarvan je zegt, zo, dat is echt verrassend dat hij daarvan gewonnen heeft. 140. Wright wel in de problemen nu in zijn eigen leg. Hadden we gisteren nog de finale van het vloertoernooi hier. 40. Wizard required 90. Speelde erin tegen Van Barneveld, schakelde Van Gerwaard. In de halve finale.
Newton gaat naar Tops. Voor 2-0. 70. Nog niet. En misschien helemaal niet als Wright 131 wegpoetst. Triple 7, die gaat hij proberen, denk ik. Ja, en dan twee keer Tops. Dat heb ik hem al vaker zien doen. Maar de eerste legt hij op de lat. 71. En de tweede eronder. Dus toch Newton voor 2-0. Toch? Of... ja. Ja, je hoort bijna alles wat alle individuele toeschouwers hier roepen. Come on, snakebite. Was er iemand die daar Peter Wright een hart onder de riem probeerde te steken? Ja, dan kun je zeggen, het is niet jouw set, maar ja, het is zo kort in de eerste ronde. Je hebt zo weinig weg te geven. Voor elke, in elke beurt moet er worden geknokt. Nou, de gemiddelde zullen we voorlopig niet heel vaak in beeld zien, denk ik. Het is traditioneel zo dat op de World Grand Prix de laagste gemiddeldes gegooid worden. Maar dat is ook volkomen logisch. Precies. Natuurlijk. Twee keer een dubbel gooien. 140. Dus wat dat betreft ook, je kunt het niet vergelijken met een ander toernooi qua gemiddeldes in ieder geval. Ook niet qua 180'ers zijn er ook altijd wat minder. Omdat je nu helemaal met die dubbel moet beginnen. Dus het geeft je ook gewoon één beurt minder de tijd om 180 te gooien. 136. Maar verder is het een briljant toernooi, vind ik. Eén keer in het jaar vind ik ook genoeg. Dubbel in, dubbel uit. Verder niet... ja, maar wat is dan het briljante van dit toernooi? Ja, omdat het altijd verrassingen geeft. Het is net even een iets ander format dan de andere formats. Ja, ik vind dat wel leuk. Er zijn zoveel toernooien tegenwoordig die in legs gespeeld worden bijvoorbeeld. Ja, ik vind sets ook wel leuk. Ik ben er wel van. 134. Nou ja, ik ook wel hoor, moet ik zeggen. Het is natuurlijk ook het format waarin het WK wordt afgewerkt. En dat blijft toch het mooiste toernooi van allemaal. Zeker weten. Komt er ook weer aan. Maar hier is nog een heleboel andere darts toernooien. Ja. Als je van dart houdt, hoef je je niet te vervelen de aankomende maanden. Want in 3 maanden tijd zenden we 5 toernooien uit. Right op 130. 4 keer 20. Dan blijft de bullseye over. Dat is 1. Dat is geen 4. En dus komt Newton terug voor 90. 90. Always you require 90. Kies meestal voor de bol inderdaad. Ja, nu mist hij hem. Dan moet hij naar triple 17 toe om dubbel 16 over te laten. Dat is zijn favoriet. Maar nu even niet. Always you require 40. Om in leven te blijven in de eerste set. Dan blijft er... dubbel 15 over. En dan gaat hij ook voor. Maar hij mist de tweede dart, dus zal die derde erin moeten. En hij blijft inderdaad in leven. Voor Vlek Peter to throw first. Game on. Ook de slang is weer fantastisch natuurlijk. Daar zal vrouw Lief weer een hoop tijd aan besteed hebben. Aan de uitdossing van Peter Wright. 32. Peter Manley. Ook hij aanwezig hier in Dublin. Hij is de voorzitter van de Spelersvakbond, de PDPA. 140. En, zij konden... afgelopen weekend bekendmaken samen met Barry Hearn, de voorzitter van de PDC, dat volgend jaar het prijzengeld nog maar eens een keer omhoog gaat. Praten we over 2014. 2014. In 2013 wordt er 6,3 miljoen uitgekeerd en volgend jaar 7,2 miljoen. Dan praat je puur over het kalenderjaar, zeg maar. Ja. Het prijzengeld voor alle televisietoernooien gaat omhoog. Het WK krijgt een eerste prijs van een kwart miljoen pond. 85. Dus ook dat gaat omhoog.
En binnen 3 jaar, heeft Barry Earn aangegeven, zal de prijzenpot 10 miljoen zijn. Hij heeft grote plannen. Hij speelt voor Sinterklaas. Nou, zit iets anders in elkaar, begrijp ik. Hij heeft ook wat opgehaald her en der. Ja, ja, dat moet wel, hè? Dan. Er zijn wat televisiecontracten in Engeland verlengd. En die moesten in de buidel tasten. Zo gaat dat. Maar het stroomt dus wel terug naar de spelers ook, voor een deel. PC require 102 voor Wright om op gelijke hoogte te komen. Bullseye voor dubbel 16. Nu gaat hij op zoek naar een andere oplossing. 17. Hij houdt wel dubbel 16 over. Ja, 152 is ook niet zo 1, 2, 3 groot dan Newton. Maar het kan wel natuurlijk. En nog altijd is de eerste set niet afgelopen. Newton had een 2-0 voorsprong. Maar nu is Wright weer 97. Langzij. In ieder geval heeft Newton de dubbel gevonden in zijn eerste leg. Nou, dat is een goede openingsbeurt op 2-2. Meteen met 97. Maar ja, ook Wright met zijn eerste pijl die dubbel 16 te pakken. En je ziet dus dat in deze wedstrijd beide spelers voor dubbel 16 kiezen als openingsdubbel. 112. Dat vind ik ook het mooie aan Peter Wright. Die man die krijg je niet zo gauw van zijn stuk. Nee. Maakt het niet uit wat de situatie is. Meteen 2-0 achterkomen. En so what? Het maakt hem ook heel weinig uit tegen wie hij speelt. Hij speelt tegen Taylor net zo goed als tegen mij, bij wijze van spreken. Nou, ik denk hij tegen jou wel een beetje extra gemotiveerd is. Misschien. Maar goed, hij zou kunnen denken tegen mij, daar win ik makkelijk van. Dan gooi ik wat minder. Maar dat is niet zo bij Peter Wright. Die gooit altijd echt gewoon zijn eigen partij. Traint veel. Zoals ik al zei, het is echt een speler die omhoog aan het klimmen is. Dit is misschien wel een man die in zijn achterhoofd ergens een plekje in de Premier League misschien voor zichzelf al heeft bedacht. Nou, ik denk dat hij wel toeschouwers trekt, hoor. En kijkers. 140. En hij moet mee met Newton nu. Maar een finish weet hij niet te bewerkstelligen. Dus is hij nu even afhankelijk toch nog steeds van Newton. En ja, die laat 41 staan. Goeie beurt van Newton was dat. Staat toch onder druk. Stond 2-0 voor. Dan ziet Wright terugkomen naar 2-2. Dan creëert hij lucht. Want dan weet 41, dat 50. Is te doen. Ja, nu zou alle moeite wel eens voor niks kunnen zijn geweest van Peter Wright. Die van 2-0 naar 2-2 zich terugknokte. Tenzij Newton, ja, en hij mist zijn laatste kans. Dus 140 is wel een mogelijkheid. Dat zou helemaal knap zijn. Net daarboven, maar het gaat niet gebeuren. Dus weer de druk op Newton. Volop. Dubbel 10 wordt dubbel 5. En daar is dubbel 5. En daar komt Newton dan toch met de hakken over de sloot. En staat hij 1-0 voor in deze eerste rondepartij tegen Peter Wright. Second set, first leg, Peter to throw first. Game on. Ja, en toen was het toch Wes Newton die de eerste set pakte, ondanks een sterke terugkomst van Peter Wright. No score. Die in zijn eerste beurt van de tweede set geen dubbel vindt. En dat moet toch echt als je hier op, aan de hockey mag staan in het City West Hotel in Dublin. Tijdens de World Grand Prix, de 16e editie. 10 gewonnen door Phil Taylor, maar de laatste keer in 2011, 2 jaar geleden. 2 door James Wade, laatste keer in 2010.
Eén keer door Alan Warner, één keer door Colin Lloyd en één keer, en dat was de laatste editie, door Michael van Gerwen. Ja, van Gerwen behoort ook nu weer tot de absolute topfavorieten. Samen met Taylor, Lewis, Whitlock. Dat is het toprijtje in ieder geval bij de bookmakers. Ja, deze Peter Wright staat daar niet ver vandaan. En tot nu toe 100. Kan hij nog niet echt de indruk maken die hij op de vloertoernooien wel maakt. Ja, en als je vergeet indruk te maken in een eerste rondepartij, dan krijg je ook geen tweede kans meer. Kun je gewoon de ferry terugboeken naar Engeland. 140. Tenzij je tegenstander ook geen indruk maakt en jij het net iets beter doet dan hij. Maar een 167 finish, nadat je al 128 hebt uitgegooid, zou leuk zijn. Alleen komt hij er niet. 99. PT requirement 149. McWright gaat geen finish van boven de 100 produceren. 95. En dreigt dus direct gebroken te worden. Al zegt dat dus minder op dit toernooi dan tijdens andere toernooien gebroken worden. Toch kan je maar beter winnen hoor, die berekening. Ja, dat is ook zo. Maar ja, als je dan hangt, dan ben je wel weer verplicht om ook die volgende leg meteen goed te beginnen. En dat doet Newton. En dus moet Peter Wright zo langzamerhand echt wel flink in de bus gaan blazen. 92. Newton is de geplaatste speler. 60. Als achtste. Nou, is toch wat plaatjes gezakt dit jaar. Dus ja, begonnen als nummer 6 van de wereld. Er zijn overigens ook maar 8 geplaatste spelers. Hier. Die hadden we nog niet gehad. Nee, hij pakt het heft stevig in handen hoor, Wes Newton. En Wright kan er eigenlijk weinig tegenover stellen. Maar die hadden we wel gehad. Ik heb er hier toch één staan voor Newton in de tweede leg van de partij. Hij doet het dus graag in de tweede leg van een set. Ja, ja. Veruit favoriet bij hem. Het treedt heel veel met Mervyn King, deze Peter Wright, vlak bij elkaar. Maar ja, dan moet je ook nog wel met elkaar door een deur kunnen. Ja, ze kunnen het dus ook goed door elkaar vinden. Ja. Want je allebei wel van die no-nonsense types. Ja. Ja, en ze houden er allebei van om urenlang aan het bord te staan. Die... Ja, ik ga me er alles bij voorstellen. Gaan met die banaan. Wright naar de 16. Hij is ook een beetje een banaan, hè, die Wright nu. Moet eens kijken, joh. 42. Met alle respect, uiteraard. Naar tops. Dat was de bedoeling voor Wes Newton. En Wright gaat naar... 16. Dat is ook voor hem de bedoeling. Maar ook die bedoeling wordt niet waargemaakt. Nee, hij is niet scherp genoeg, Peter Wright, vanavond. En dat kan hem wel eens duur komen te staan, want Newton is dat wel. En die komt nu op 1 gewonnen leg van de tweede ronde. De leg Peter to throw first. Game on.
92. En als hij de tweede ronde haalt, Newton, dan gaat hij spelen tegen de winnaar van de partij tussen Gary Anderson en Jelle Klaassen. Dan weet u het vast. 40. Dat is ook geen makkie. Ja, ze zijn ook wel weer redelijk snelle spelers en dat ligt Newton al over het algemeen wel weer goed. Maar hij is nog niet door, hè? Nee, nee. Kan nog altijd Peter Wright worden. Zolang er gegooid wordt, is er hoop. Vorig jaar stond Wade 1-0 voor in sets, 2-0 voor in legs tegen Colin Osborne. En die ging er toch nog gewoon aan. Mocht geen leg meer daarna. Kan zomaar. Maar ziet het er echt naar uit? Nee, dat niet. Ja, en dan kijk je, je krijgt zo'n loting en dan kijk je dat terug en denk je zo. Nou, die partij en die partij, dat kon wel eens de verrassingen zijn. Deze had ik in mijn boekje gezet, maar het lijkt er nu toch echt op dat Newton zich niet laat verrassen. Het speelveld zit zo dicht bij elkaar tegenwoordig. Er zitten geen slechte wedstrijden ook meer in zo'n eerste ronde. Nou, hij heeft in ieder geval 6 darts voor 105 nu, Peter Wright. Het is even geleden dat hij een leg heeft gewonnen, de laatste 3 niet. 73. En dan moet Wright nu dubbel 16 gaan gooien. 95. Waarbij hij uiteraard nog een uitwijkmogelijkheid heeft. Mocht hij hem aan de binnenkant gooien. Maar nu zal hij hem er recht in moeten gooien. Kijk aan. Hoe hij het doet weet hij het zelf eigenlijk ook niet, maar hij doet het. Ja, in de eerste set kwam Newton 2-0 voor. Toen liet hij Wright terugkomen tot 2-2. Nu kwam hij ook 2-0 voor. Ziet hij Wright terugkomen tot 2-1 en mist Newton de eerste 3 darts op het dubbel. Maar zegt Wright, ach, als jij niet wil, dan ga ik ook niet. Vind ik onsportief. Ik wacht wel op je. Zal wel meevallen. Nou, daar gaat hij dan. 152. Hoppakee. Peter Wright. No score. 6 darts op de dubbel gemist. Dat doet heel veel pijn op dit moment. En hij gaat maar door. Hij speert verder. 140. En dus... En dus. 32. Lijkt dit een bijna onmogelijke opgave te worden voor Peter Wright. In een leg waarin je met je rug tegen de muur staat, moet je natuurlijk wel die dubbel opengooien meteen. Kijk eens naar het verschil zeg. 350 punten, hey, dat ga je niet meer inhalen. Of Newton moet wel heel erg de fout in gaan hier. 121, where's your require 112? Ja, zelfs als je geen triples gooit. 60. Dan kom je toch gauw in de buurt van de finish. 140, where's your require 52? En daar is de finish voor Wes Newton. Verslaat Peter Wright met 2-0 in sets. 3-2, 3-1. Peter Wright ligt eruit. Wes Newton is door naar de tweede ronde.